Het festival is echt toegankelijk voor iedereen, voor de echte cinefilm, maar ook voor het grote publiek. En dat vergeten de mensen soms. Op wereldvlak als echt filmfestival zijn wij maar één van de spelers, moeten daar redelijk zijn. België is een klein landje, maar toch op Europees vlak behoren wij toch tot de 10 grote Europese filmfestival. Niet meegerekend de top Cannes, Berlijn, Venetië, maar we kunnen zeker vergeleken worden met San Sebastian. Dus wij doen het goed, maar we doen het uitstekend tot om niet te zeggen dat we marktleider zijn op het gebied van themafestival, namelijk de impact van de muziek op de film, waar we echt Gent op de internationale kaart hebben geplaatst. Ik heb nog nooit niet in een jury gezeten, dus dat is de eerste keer. Maar dan het filmfestival van Gent, ja, als Belgisch acteur daarin te mogen zetelen, vond ik nu wel ja, een grote eer. Ik denk dat het een zeer sterke programmatie is, in feite dezelfde lijn als vorig jaar. Natuurlijk, als ik een eerlijk antwoord moet geven, dan moet ik je zeggen, ja, ik mis een paar films. Waarom? Omdat de filmdistributie vrij ingewikkeld in elkaar zit. Het is niet zo gemakkelijk om een jaar op voorhand te zeggen, we gaan die en die en die films zeker uitdoen en ook hebben. Er zijn zeer veel aspecten die daarover beslissen, namelijk is er een kopie beschikbaar, is de distributeur akkoord om de film dan vlug uit te brengen, is er talent aanwezig. Dus we proberen altijd een programma te brengen dat toch een mooi overzicht geeft van de wereldcinema van het afgelopen jaar. En we proberen natuurlijk ook een paar Europese premières te hebben, wereldpremières. Maar de concurrentie is natuurlijk internationaal scherp. Er zijn veel festivals in de wereld. En ook de distributietechnologie is enorm geëvolueerd de afgelopen jaar. We gaan meer en meer naar een situatie waar een film gelijktijdig in heel Europa of in heel de wereld zal uitkomen. Dus een filmfestival is daar ook voor een stukje toch afhankelijk. Ja, we zijn tevreden omdat het een divers aanbod is. Ik vind het ongelooflijk. Eigenlijk keek ik er heel erg naar uit, omdat ik ben nogal hard aan het werken. En van hier naar daar, van de ene productie naar de andere productie aan het hollen en met heel veel reizen erbij. En ik had zoiets van, yes, eindelijk een week lang alleen maar films mogen kijken. Dat is een privilege, zeker ook omdat ik na de geboorte van mijn kinderen heel weinig nog aan cinema toekwam. Alleen buiten dan de kinderfilms die ik allemaal wel gezien heb met mijn kinderen. Maar zelf in de cinema geraken was een ander punt. Dus eigenlijk is dit een droom, hè. Ja. En nog een eer ook. Dus wat wil je nog meer?